Matheus Portugal. Sportevenement wat georganiseerd wordt vanuit de gemeente Rotterdam. Vanuit sport en cultuur. Alle kinderen die hier aanwezig zijn, die zijn eigenlijk al vanaf september begonnen. Daar begint het voortraject. En in de deelgemeente strijden ze om de winnaar te worden van de deelgemeente om zo door te gaan naar de finale in Ahoy. De winnaars worden bekendgemaakt. Hoe is het allemaal gegaan vandaag? Het is super goed gegaan vandaag. We hebben zoveel scholen mogen ontvangen. Vanmorgen hebben we al een prijsuitreiking gedaan. Dus het is heel spannend nu welke school er met de grote wisselbeker vandoor gaat. Ja, en wat voor sporten worden hier eigenlijk allemaal vertegenwoordigd? Er zijn 13 wedstrijdsporten. Dat loopt echt heel erg uiteen van voetbal, hockey, handbal, op de achtergrond tennis, maar ook streetdance. En de sporten die wij in die 13 sporten niet aanbieden, proberen wij in het randprogramma mee te geven. Zodat kinderen in, buiten de bestaande sporten ook gewoon nog kennis kunnen maken met elke keer weer nieuwe sporten op de final. En dat is in dit geval bijvoorbeeld beachvolleybal, BMX rijden, roeien, boksen, vechtsportclinics. Dus we hebben echt een hele mix van verschillende sporten. In het kader van de EK's en de WK's die in de stad plaatsvinden, hebben we het BMX als randprogramma. Dat is voor het WK BMX in 2014. We hebben een Prins Willem-Alexander roeibaan geopend. Ja, is het? Ja, even kut. Prins Willem-Alexanderbaan geopend in Rotterdam. Het is de Olympische roeibaan. En daar kunnen de kinderen op roeisimulatoren kunnen ze dus roeien. Een afstand van 250 meter. Maar ze zien zichzelf, zien ze dus ook op een scherm terug. Dus ze zien hoe hard ze gaan. Dat heb ik inderdaad zelf ook gezien. Maar wordt er nog wat gedaan met die resultaten? Is er ook een prijs uitreiken voor de snelste roeier? Of, Nee, we hebben voor de wedstrijdsporten hebben we wel echt dus de winnaars. Maar omdat we heel graag alle sporten, dus je kan je eigen tijd zou je kunnen verbeteren. Maar we willen graag alle kinderen aan het bewegen krijgen, waardoor we er geen direct competitie-element aan gekoppeld hebben. Dus misschien iets voor volgend jaar? Het zorgt er, doordat je niet direct een competitie-element eraan koppelt, zorg je ervoor dat het interessant wordt voor meer kinderen. Dus ook kinderen die eigenlijk bewegen niet heel erg leuk vinden, maar toch meekomen om te supporteren, zullen ook sneller gaan roeien wanneer er geen competitie-element aan vast zit. Ja, want hoe zit dat inderdaad met die kinderen die niet zo graag willen sporten? Doen die ook gewoon hier aan mee? Ja, die zijn hier vandaag ook en die kunnen op een hele laagdrempelige manier gewoon kennis maken met verschillende sporten. Daarnaast hebben we ook nog een aantal topsporters vandaag aanwezig. Dus naast dat we hebben gewoon eigenlijk gewoon de wedstrijdsporten. We hebben een beweegprogramma wat heel laagdrempelig is. Maar we hebben dus ook clinics van topsporters waar je gewoon je tips en je tricks van kan leren. En waar je samen een spelletje mee kan spelen. Cool, dankjewel. Top. Ja. Oké, hier is het. Gaan we naar de volgende. Uitstekend.
Oh.